In het kader van 80 jaar bevrijding, voormalige gemeente Mil en Sint-Hubert, werd er door Mil van Toen, in samenwerking met de toeristisch en recreatief platform Ontdek Mil, een foto-expositie georganiseerd. Dit in de Maria ten Hove-kapel aan de Kapelweg in Mil. Op zaterdag 21 september was de officiële opening. Dit officiële moment begon met een welkom en een terugblik op 80 jaar bevrijding door Bart van Hees. Hij is voorzitter van Ontdek Mil. Hierna was het woord aan wethouder David Soles van de gemeente Land van Kuik. Hij verzorgde de officiële opening van deze expositie die totaal 2 weekenden duurt. Ik bedank de organisatie en verklaar daarbij deze foto-expositie 80 jaar bevrijding van de voormalige gemeente Mil en Sint-Hubert officieel geopend. In ieder geval nadat ik het doek opzij heb gedaan. Dank u wel. Dan is de expositie bij deze officieel geopend. De expositie 80 jaar bevrijding, voormalige gemeente Mil en Sint-Hubert, is ook komend weekend nog te zien. Op zaterdag 28 en zondag 29 september van 11 tot 5 uur in de Maria ten Hove-kapel aan de Kapelweg in Mil. De toegang is gratis.